Gent is na zijn overwinning van 2015 opnieuw verkozen tot fietsstad van het jaar. De stad heeft het mede te danken aan zijn circulatieplan, die zorgde voor een stijging van maar liefst 22% van het totaal aantal Gentse fietsers. Zo rijden er gemiddeld 6.300 fietsers per uur Gent binnen. En toch lijken de Gentse fietsen zich niks aan te trekken van hun aftakelende soortgenoten en bekommeren zich niet om de manier waarop zij leven. De verloren Gentse fiets. Hij of zij is meestal 1 meter hoog en 1,80 meter breed. Het zijn de zwaksten uit de samenleving, de laagsten uit de sociale klasse, zij die hun baasjes zijn kwijtgeraakt. Ze zijn overal te vinden, in grote groepen aan stations, zoals Gent Sint-Pieters of Dampoort, waar ze leven onder een dak of dakloos. Daarnaast leven ze ook in de binnenstad, op of naast de stalling en waar ze ook maar willen. De imbecielen zijn mogelijk vrouwtjes of mannetjes, vastgeketend of niet, wiel of geen wiel, zadel, twee zadels, kapotte zadel of gewoonweg geen zadel. De verloren fiets is er in alle kleuren, vormen en maten. Ja, in een fucking boom. Maar hoe komt het dat deze tweewielers zo zijn gezakt in een sociale klasse? De eerste fiets komt uit 1830. Door de bijkomst van de kettingaandrijving uit 1868 is de fiets geëvolueerd tot hoe we hem nu kennen. The first rare chain-driven safety made its appearance in 1879. Then the safety of 1890, with diamond frame, curved forks and a plunger brake to the front wheel. So we've progressed from the old hobby horsey period to the present shorts and sports stage. Maar aangezien de Gentse infrastructuur niet geschikt is voor de onaangepasten in de omgeving, zorgde dit voor het verzwakken van de soort. De voornaamste oorzaak tot deze imbecielen is de diefstal op de soort tijdens het uitgaansseizoen. Era. De eigenaar is op dat moment één met de dansvloer, terwijl zijn tweewieler niet vermoedend wordt gestolen. Vervolgens krijgt de fiets een pak slaag, wordt het misbruikt en aan zijn lot overgelaten. Zoals jullie kunnen zien, is deze tweewieler enorm hard toegetakeld. Het is enorm jammer dat we er zo mee omgaan en dat deze soort zo gevandaliseerd wordt. Die wordt hier gewoon achtergelaten en misbruikt. Gewoon overgelaten aan zijn lot. Kan toch niet? Worden ze na 3 weken niet opgepikt, dan worden ze opgehaald en gerangschikt in het fietsdepot. Hier worden de verloren Gentse fietsen gerangschikt door 14 werknemers. Zij halen zo'n 712 wrakken op per jaar. Het is een echte Sisyphus-arbeid die volgens mij nooit geklaard zal zijn. Volgens mij is er dan ook maar één oplossing.